ziet dat de commando's verplaatsen in een bepaalde volgorde. Ze schermen de hele voorkant af. Ze schermen hun 360 graden beveiliging af. En let u vooral ook even op de laatste drie man. Deze laatste drie man zijn degene die de explosieven zullen gaan aanbrengen op de voordeur. De explosieven bevinden zich verwerkt in een stuk karton. Commando's naderen nu het pand. De laatste meters, altijd zeer voorzichtig. Zometeen zullen ze de beveiliging innemen op het pand. Want als er een eventuele dreiging zich voordoet of iemand stapt naar buiten onverhoopt, dan kunnen ze ten alle tijde reageren. Zoals u ziet worden op dit moment de explosieven gereed gemaakt om geplaatst te worden op de deur. Kijkt u met mij mee. Goed, de explosieven zijn geplaatst. Nogmaals, dames en heren, denkt u aan uw oren. Het zal niet zo'n hele harde knal zijn, maar u weet maar nooit. Alles wordt gereed gemaakt. De commando's stellen zich zo dadelijk op. Ze staan dicht bij de deur en worden beschermd door het deken, de zwarte deken die vooraan staat, zodat ze geen last hebben van de scherfwerking of fragmentatie die er vanaf komt. Oké, dames en heren, graag uw aandacht. Kijkt u vooral mee ook op het videoscherm. Het een en ander wordt ook in beeld gebracht. U ziet de commando's naar binnen gaan. Even voor uw beeldvorming. In het pand bevinden zich een viertal ruimtes. Al deze ruimtes moeten gezuiverd worden. Dat is voor hun veiligheid, maar dat is ook zeker voor de veiligheid van de Nederlandse staatsburger. U kunt zich voorstellen dat u er niet aan moet denken dat wanneer één ruimte niet gezuiverd zou worden en het zou leiden tot enige slachtoffers, dat dat zeker niet de bedoeling is. Ik zie inmiddels dat Marilène is aangetroffen en zo dadelijk zullen de commando's zich gaan opmaken om weer naar buiten te komen. Inmiddels heeft u een auto zien oprijden. Dat is een gepantserde BMW. In deze BMW zal zo dadelijk Marilène plaats gaan nemen en zal verplaatsen naar een veilige locatie waar ze kan over worden gedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De commando's zijn klaar, ze staan in de deur en ze zullen zo meteen naar buiten komen. Ze zorgen weer voor hun eigen beveiliging. 360 graden weer rondom. Daar is Marilène. Ze wordt richting het voertuig gebracht. Zal plaatsvinden en ze zal zo snel mogelijk verplaatsen richting de veilige locatie. Oké, wanneer het voertuig weg is, verplaatsen de overige commando's zich eveneens naar een veilige locatie. Op het moment dat ze daar zijn aangekomen, kunnen ze of per parachute op worden gehaald, of per boot, of enig ander transportmiddel. En zullen zij ook veilig terugkeren naar hun eigen locatie. Oké, dames en heren. Dit was de demonstratie van het Korps Commandotroepen. Marilène blijft even staan. Ik ben er alweer. Mag ik dat nog eens van jou overnemen? Dankjewel. Even zo. Vertel eens, hoe was het? De eerste knal was best wel hard. De knal was best hard? Dat is deze voor goed. Ging het snel? Ja, heel snel. Vond je het spannend? Een beetje. Dames en heren, graag een applaus voor Marilène!